om kreeg van de onlangs overleden Aad Achterhuis een tip om het werk van de Stichting Hulpgoederen Oekraïne eens als onderwerp te nemen. De Stichting Oekraïne Projecten die houdt in dat we al heel veel jaren dus hulp verlenen aan armen in Oekraïne. En dat zijn vaak kansarme mensen, mensen die onder het bestaansminimum leven. En via contacten Hongarije, Roemenië zijn we ook in Oekraïne terechtgekomen. En we verlenen daar al inmiddels weer een 15, 20-tal jaren hulp aan de minder bedeelden. Waarom specifiek Oekraïne? Er zijn nog meer arme landen in op de wereld. Ja, wat doe je? Waar je de mogelijkheden hebt, probeer je mensen te helpen. En via de hulpverlening in Hongarije, waar we eigenlijk al 35, 36 jaar mee bezig zijn, zijn we ook in Roemenië en ook nu Oekraïne terechtgekomen, omdat daar ook de situatie nog het meest schrijnende toch wel is. Ja. Waarom is die hulp nodig? De hulp is nodig omdat de mensen domweg geen geld hebben en geen middelen om zich verzoendelijk te kleden of te eten te hebben. Er zijn op verschillende manieren waarbij we de mensen helpen. Ja, de vorm van de hulpvereniging om kledingen en schoenen sturen naar Oekraïne, dat is een heel goede vorm. Voor de plaatselijke economie, die heeft helemaal niks mee te maken. Er waren nu zulke gedachten geweest in de Oekraïnse overheid om ze willen dat helemaal verboden, kleding en schoenen vanuit West-Europa naar Oekraïne te brengen. Want ze willen de economie een beetje op de pootjes te krijgen, maar dat is gewoon irreaal. Want de kledingprijzen zijn zo hoog, de nieuwe kledingprijzen, om de grootgezinnen en de armere mensen kunnen het helemaal niet te betalen. Een heel klein beetje voorbeeld. Bijvoorbeeld de nieuwe broeken kan je kopen voor 20 euro. En de maandsalaris is van een gemiddelde maandsalaris is 100 of 120 euro. En als je nog wil een jas kopen en als je nog wil een paar overhemden kopen, dan heb je een hele man salaris weg. En voor de gezinnen, welke hebben meerdere kinderen, die kunnen dat niet opbrengen. Voor zulke mensen willen wij helpen met de kledingen en helpen we al jarenlang met de kledingen welke ook in Hattem zijn gezameld. Dus dit is een beste hulp voor de arme mensen. En dit krijgen ze gratis voor onze stichting. In welke groepen komt deze goederen terecht? Deze goederen die gaan, dat is heel mooi, via contactpersonen uiteraard die we in Oekraïne hebben. Gaan ze naar kindertehuizen, bejaardenhuizen. Het is streng gecontroleerd, ook door de Oekraïnse staat. Omdat ze niet willen dat het in de handel terecht komt, zeg maar. En dat vaak gaat niet netjes. Dus het komt direct bij mensen terecht die het ook nodig hebben. Ja, wij maken het hier klaar voor transport. Maar brengen het zelf naar Nunspeet, waar een centraal depot is. En dan gaat het vaak in combinatievrachten vanuit het westen met een 900 kuub auto naar Oekraïne. En wie betaalt de vervoerskosten? Uit donaties. Ja, wij proberen daar geld voor in te zamelen. En er zijn gelukkig toch veel mensen die hart hebben voor dit soort hulp dat aankomt ook. Hè. Het gaat eigenlijk direct naar de mensen toe waar het nodig is. Ik heb ook gehoord dat jullie ook projecten hebben in Oekraïne. Welke zijn dat zo geweest? Ja, wij zijn zelf nu de afgelopen paar jaar twee keer in Oekraïne geweest met groepen jongelui. En hebben daar in de eerste instantie in een opvangproject noem het een blijf van mijn lijfhuis in Oekraïne. En de laatste keer zijn we met een groep een school, gemeenschapshuis in een klein dorp in de Oekraïne hebben we helemaal gefacelift. En dat is heel mooi gelukt en functioneert goed. Waarom doet de overheid zulke projecten niet? Oei, ja, dat zou je de overheid zelf moeten vragen. Maar dit is, waar ligt het aan? Corruptie, onmogelijkheid, zijn echt
mensen die leven aan de rand van de wereld, zou ik zeggen, van Europa. En Oekraïne ligt duidelijk buiten de Europese Unie. En ook daarbinnen weten we nog genoeg zorgen en problemen. Ja. Ja. Microkredieten bijvoorbeeld is een hulp voor de mensen, welke zijn gezond, welke zijn... welke hebben de, zeg maar, de menselijke mogelijkheden om, zeg maar, kleinere ondernemingen te doen. Maar de mensen welke zijn gewoon gehandicapt, welke onderneming kunnen ze doen? Welke kunnen helemaal niet eigen kleine businessje te beginnen? Ik denk, je moet gewoon complex te denken. En dit en dat. Die projecten die u net noemde, hoe staan die er nu voor? Dat Blijf van mijn Lijfhuis, dat is nu bijna zover dat het kan gaan draaien. Die school die functioneert al sinds vorig jaar zomer en die is direct met veel enthousiasme in gebruik genomen en ingewijd, zeg maar. Maar dat gaat heel goed. Houden jullie ook een vinger aan de pols bij die projecten, dat het niet in elkaar zakt? Ja, jaarlijks gaan toch mensen van de stichting Oekraïne projecten naar Oekraïne toe. En ook met de leiding daar is eigenlijk... Nou, wekelijks met via telefoon communicatiemiddelen. Dat is eenvoudig tegenwoordig om te mailen en te bellen met elkaar. Waar is de meeste behoefte aan? Dit is specifiek kleding dus. En daar is, je zou zeggen, zoveel. En daar is al geweldig veel heen gegaan. Maar het is nog, mensen willen het heel graag. Alhoewel, we komen in Hongarije, Roemenië. En ook daar, als je wil, kun je ook dit zo naar Roemenië of Hongarije brengen. Ook al ligt het in de Europese Unie. Hongarije nog steeds? Ik dacht dat het een stuk verbeterd is. Niet voor iedereen, helaas. En dat, is, dat geldt voor Roemenië in sterkere mate en nog sterkere mate voor Oekraïne, denk ik. Ja. Is het altijd prettig werk? Niet altijd, maar dat komt door de luchtuigen in de zaak. En jullie hulp, lost die ook iets op, daadwerkelijk? Ik zeg, nou, het belangrijkste vind ik, en dat heb ik altijd ook gezien in de tijd van IJzeren Gordijn, we komen dus al heel lang in die wereld, dat de mensen alleen al, omdat je naar hun omziet en ook denkt aan mensen die achter de horizon van de wereld, zou ik zeggen, leven. En dat is, zijn, zoals je net zelf zei, plaatsen in de wereld waar het misschien nog meer nodig is. Maar dit is voor ons bereikbaar en ook te doen. En we doen het met ons hele lijf en leden. Ja. Is er ook een vorm van evangelisatie bij? Je ziet vooral het ene niet los van het andere. Ik denk dat wanneer je mensen helpt en naar hun omziet, dat de opdracht is die het evangelie ons leert. En, ik ben misschien meer iemand die dat met handen en voeten wil doen en me in wil zetten daarvoor dan dat ik nou direct met de Bijbel in de hand daarin ga rennen. En, ja, dat is schitterend materiaal om gelijk zo direct daarheen te brengen. Hoe kunnen de Hattemers jullie helpen? Al sinds een aantal jaren maken we dankbaar gebruik van deze mooie plek, een bekende plek in Hattem. Nieuweweg 1 bij de familie van Asiel aan de Hoewaartse Brug. Heel veel mensen weten dat goed te vinden. Hier staat al een aantal jaren een rolcontainer. En in die rolcontainer daar worden de goederen verzameld. U kunt daar altijd bij. En wij zamelen eigenlijk alleen maar kleding in. We stellen als voorwaarde dat de kleding schoon is en heel. En ook in gesloten zakken of dozen, zeg maar, hier wordt gebracht. Als de container vol is, dan plaatsen we het hiernaast in de catacomben van Nieuweweg nummer 1. Daar is ruimte zat. En we roepen u als Hattemer op om ook een bijdrage te leveren op die manier aan ons werk. Bedankt daarvoor. En zeker als je in Oekraïne straks weer de winter ingaat met min 20 of meer. En je ziet dat ze nauwelijks kleren aan hun lijf hebben, is dat niet overbodig. Ik wil bedanken in de naam van onze bevolking voor al die goederen wat in Hattem zijn gezameld. Bedanken we voor allemaal voor de moeite om heb dat hierin gebracht bij het verzamelingplaats. En wij garanderen dat om al die kledingen gaan op de goede plek. En de boodschap is, misschien wat ik kan delen, om
Wij moeten gewoon dankbaar zijn voor de lieve Heer ook. Wij hebben de mogelijkheid om helpen voor anderen. En ik hoop dat de Hattemers nog lang kunnen doen. En wij hopen dat ook om een keertje komt de tijd in de Oekraïne, om de Oekraïners kunnen ook in Hattem helpen.